Het meer van Ohrid is het oudste en diepste meer van Europa. Op sommige plaatsen is het bijna 300 meter diep. De Bay of Bones is een prehistorisch museum. Het is een reconstructie van een paaldorp wat er ongeveer 1200 jaar voor Christus gestaan moet hebben. De naam van het dorpje is Plosja Michov Grad. Het klooster van Sveti Naum is een Grieks-Orthodox klooster, gelegen in Noord-Macedonië. Het klooster is genoemd naar de heilige Sint Naum. Het ligt aan het meer van Ohrid. Het klooster staat onder andere bekend vanwege de vele pauwen. Het fort van Samuel is een fort in het oude centrum van Ohrid, dat de hoofdstad was van het Eerste Bulgaarse Rijk gedurende de regeerperiode van Samuel van Bulgarije in de middeleeuwen. De Church of Saint Clement is gebouwd in Byzantijnse stijl. De heilige Clement van Ohrid was een middeleeuwse Bulgaarse geestelijke. Hij was schrijver en de eerste Bulgaarse aartsbisschop. Hij overleed in 916. In de kerk is zijn tombe. De Holy Mary Periblyptos is een van de oudste kerken in de stad Ohrid. Hij dateert van 1295. Het theater van Ohrid is opgegraven rond 1996. Het was een Grieks theater dat is gebouwd rond 200 voor Christus. Sinds 1980 staat het theater op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De Nederlandse schrijver Den Dolaert heeft veel geschreven over de streek, waarvan zijn boek De Herberg met het Hoefijzer het meest bekend is. In Ohrid staat een monument van Den Dolaert. Silo Kamees Paramaika, Arma.
Ohrid is een vakantieplaats bij uitstek. Het heeft alles wat een vakantieganger wenst.